Onder het thema social media, journalistiek en de invloed op het publiek heeft de studierichting journalistiek van de Academie voor Hoger Kunst en Cultuur Onderwijs, AHKCO, gisteravond een lezing georganiseerd. De presentatie is gehouden door de mediadeskundige Glenn Truideman. De bedoeling van de lezing is een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van journalistiek en de invloed die de sociale media daarop heeft. De relatie tussen deze onderwerpen is tijdens de presentatie duidelijk belicht door de inleider. Volgens hem is de nadruk gelegd op sociale media omdat dit onderwerp actueel is in Suriname. De mediadeskundige merkt verder op dat de discussies via social media respectvoller kunnen zijn. Ik vind dat Surinamers over het algemeen wel heel heet gebakend zijn, maar dat je toch wel elkaar moet blijven respecteren en vooral niet met laster en smaad discussies moet aangaan. Ik vind het ik vind het goed van de overheid dat die probeert om ook dus die wat je op social media zet, dat die een juridische basis krijgen. En niet dat daarmee bedoeld wordt dat je beknot wordt in je vrijheid van meningsuiting. Want die is al beperkt volgens de grondwet. En je mag mensen niet lasteren, je mag geen smaad over mensen. Dus dat is al goed. Maar het gaat er nu om dat wat je publiceert via internet, dat dat nu ook als bewijs kan dienen voor mensen die naar tegen elkaar doen. Truideman zegt verder dat de gemeenschap geleerd moet worden hoe om te gaan met negatieve aanvallen via social media. Hij heeft een belangrijke boodschap voor met name de mensen die beledigd worden via die fora. Je kunt ook kijken naar de ethiek. Je kunt ook, kijk, als je ook mee gaat beledigen, het blijft staan, hè. Dus je kunt liever niet daaraan meedoen. Je kunt liever de server daarop aanspreken. Je kunt liever Google daarop aanspreken. Mijn part, ga je dan een kort geding tegen zo iemand aan. Of je dient een klacht in. Maar ook mee gaan doen in die malle molen. Die dingen gaan niet meer weg, hè. Dus mensen moeten leren hoe ze daarmee om moeten gaan. Mediadeskundige Glenn Truideman gisteren na zijn lezing over de relatie tussen journalistiek, social media en het publiek. De lezing is georganiseerd door de studierichting journalistiek van de Academie voor Hoger Kunst en Cultuuronderwijs.